Goed dat je kijkt naar mijn wekelijkse top 3. En wat een week was het met de aanslagen in Brussel en het overlijden van Johan Cruijff. De week begon nog hoopvol met het bezoek van de Amerikaanse president Obama aan Cuba. De restanten van de Koude Oorlog zijn begraven, zo zei hij. Maar veel inwoners leven nog lang niet in vrijheid en de persvrijheid is ook ver te zoeken. Dat ondervond onze correspondent Erik Mouthaan. Roberto de Jesus Guerra en zijn vrouw Magali staan aan het hoofd van een actiegroep die onafhankelijke journalistiek bedrijft in een land waar iedereen de mening van de staat hoort te verkondigen. We nemen een taxi met hem en zijn collega Rolando op naar een demonstratie voor meer vrijheid van meningsuiting. Maar dan wordt de taxi aan de kant gedwongen door agenten. We moeten nu een politieauto volgen en kijken wat er gebeurt. Een medewerker van de geheime dienst reageert niet op de vraag waarom we zijn aangehouden. En voor we er Roberto naar kunnen vragen, moet de camera uit. Roberto is het wel gewend. Hij is al tientallen keren meegenomen naar dit bureau. De geheime politie heeft ons inmiddels vrijgelaten, maar de twee Cubaanse activisten worden nog steeds vastgehouden. En die hebben ons gevraagd, vertel iedereen wat er gebeurd is. De aanhouding komt niet eens als een verrassing voor Magali, de vrouw van Roberto. Ellos van al lugar donde saben que van a ser detenidos, pero asumen la responsabilidad. Ellos van detenidos. Ya rebasa un año de que las relaciones de Cuba, entre Cuba y Estados Unidos comenzaron. Ha cambiado, pero ha cambiado para ser más represiva, más autoritaria y más totalitaria. De activisten werden vandaag vrijgelaten. En dan de aanslagen in Brussel. Die verschrikkelijke beelden van het vliegveld en het metrostation. We hebben ze veel gezien. De terroristen kwamen uit de wijk Schaarbeek. Verslaggever Pim Cedee ging er kijken en sprak er met geschokte buurtbewoners. Hier stopt gisterochtend een taxichauffeur om mannen op te halen en naar het vliegveld Zaventem te brengen. In hun koffers zitten bommen, maar ze kunnen blijkbaar niet alles meenemen. In dit appartement op de 5e verdieping was gisteren een grote politieinval. Er werd een IS-vlag gevonden, maar ook 15 kilo explosieven, bijna 200 liter aan chemicaliën en ontstekingsmechanismen. Alles om een grote bom te maken. We spreken hier met buurtbewoners en zij zijn er kapot van dat terroristen zich schuilhouden midden in hun wijk. Je zou nooit denken dat dat in uw buurt gebeurt, dat dat hier allemaal vanuit hier allemaal gepland werd om die aanslagen te doen. En ja, na een tijd begint je te beseffen dat de wereld, ja, hoe het zicht of keert, naar de kloten gaat. Deze Colombiaan woont met zijn gezin in hetzelfde gebouw, op dezelfde verdieping. Mis hijas no quieren venir allá a vivir ahorita. Yo tengo rentado eso, pagué ya todo, pagué una fianza. No sé qué vamos a hacer porque mis hijas no quieren venir a vivir ahí porque estábamos ahí pegados con la gente terrorista. In dit café ontmoeten we Rashid. Hij woont hier al jaren en ziet dat jongeren in de wijk weinig toekomst hebben. En hij kent genoeg voorbeelden waarbij het dan verkeerd afloopt. Het zorgt voor onrust, want wie kun je nog vertrouwen in de wijk? Je kunt niet weten wie jouw buur eigenlijk is. Je kunt niet binnen zien wat hij is eigenlijk. Ze hopen maar dat het hierbij blijft en niet meer terroristen zich schuilhouden in Schaarbeek. En dan komt donderdag totaal onverwachts het bericht binnen dat Johan Cruijff is overleden. Dat hij ziek was wisten we allemaal, maar dat het zo ernstig was, dat wisten er maar weinig. Voetbalfans over de hele wereld zijn in shock. Ook in Barcelona, waar hij woonde. Verslaggever Geert Gordijn ging er kijken. De dag na het overlijden van Cruijff is een van de rustigste van het jaar in Barcelona. Vandaag wordt Pasen gevierd. Hier is dus niet veel te doen. En toch wordt hij ook vandaag herdacht. Bijvoorbeeld door deze restauranteigenaar bij Cruijff om de hoek. Esta era su mesa. Normalmente se sentaba en este. Een ronde tafel, want hij kwam altijd met vrienden of familie. Cruijff kwam hier niet alleen eten, hij voerde ook lange gesprekken. Muchos consejos. ¿Qué tipo de consejos? Que había que luchar, luchar y luchar para conseguir lo que tú quieres, porque a él también le costó mucho. Gezond eten, niet te veel wijn. Het toetje bestelde hij op zijn Cruijffs. No lo entendíamos primero, pero decía una peloto
de vainilla. Y era una bola de helado de vainilla, ¿no? Voor de kettingrokende portier had hij ook nog wel een advies. Tira eso, que eso es puro veneno. Y tíralo, si puedes, déjalo. Want Cruijff ruilde zelf natuurlijk de peuk in voor deze. Lollies en bloemen bij Camp Nou. Rood met wit. Echt Ajax. Ja. Terwijl we in Barcelona zijn, maar dat maakt jou niks uit. Nee, hij heeft ook voor de Ajax gevoel wat lang. Dat is logisch. Barcelona herdenkt, nog niet met zo'n bloemenzee als in Betondorp. Dit zijn toch vooral gewone toeristen, maar dat verandert nog. Morgen dan komt hier in het stadion een condoleanceregister te liggen. Maar de grote herdenking is pas op 2 april bij de wedstrijd tegen aartsrivaal Madrid. Om het stadion te vernoemen gaat veel Catalanen trouwens te ver. Hemos de tener respeto para otras figuras que han sido también señoras para el club. Maar het herdenken gaat hier dus nog wel even door. Het was een week die wij hier bij RTL Nieuws in ieder geval niet snel zullen vergeten. Volgende week ben ik er weer, hopelijk met iets positiever nieuws. Graag tot dan.